Moet je kijken naar een enorm assortiment aan frisdrank in de supermarkt staat. En dat is wel nodig ook, want wij Nederlanders drinken gemiddeld ruim 100 liter fris per jaar per persoon. En de opmars van die fris begon eigenlijk pas in de jaren 60, had alles te maken met de welvaart toen. Ja, voor die tijd was het Oranje, of gewoon water. Maar vanaf het begin was cola de meest populaire drank. Coca-Cola werd in Nederland al in 1928 geïntroduceerd tijdens de Olympische Spelen in Amsterdam. Toen stond er in het Olympisch Stadion een klein karretje met flesjes cola. Maar de grotere bekendheid kwam pas na de bevrijding, toen vanuit Amerika scheepsladingen met flesjes cola naar de geallieerde soldaten in Europa werden gebracht. En vanaf 1953 wordt de cola hier in Dongen gebotteld. En oorspronkelijk is dat allemaal heel kleinschalig, maar tegenwoordig gaat het om meer dan 600 miljoen liter per jaar. En dat betekent 350 van dit soort grote vrachtwagens per dag. Per dag dus, hè. En er kunnen heel wat flesjes in. Rijn de Jong, verantwoordelijk voor het hele productieproces hier. Jullie produceren 's werelds meest bekende frisdrank. Volgens mij alleen in Cuba en Noord-Korea niet te koop. Wat betekent dat in aantallen wereldwijd? Als je wereldwijd kijkt, dan moet je denken aan 1,8 miljard consumpties per dag. Per dag dus? Per dag. Dat is bijna ongelooflijk. Ja, dat is vooral. Dan is de Nederlandse productie een stukje kleiner. Maar als ik hier al die blikjes zie, hoeveel dagen productie is dit? Oh, dan praten we niet over dagen. Wat u hier ziet staan, dat is slechts enkele uren. Daar gaan er zoveel doorheen. Ja, als je praat over onze blikken, wij produceren 120.000 blikjes per uur. Het zijn aantallen die een mens haast niet kan geloven. Nu zitten jullie al ruim 60 jaar in Dongen. Of all places, Dongen zou ik zeggen, van waar die gehecht zijn. Okay, dat komt echt door een hele belangrijke reden. Wij hebben hier onder onze fabriek hebben wij 5 waterbronnen. 5 grote waterbronnen, die zijn ook gecertificeerd. En dat is de hoofdreden dat wij hier ooit gevestigd zijn. En over hoeveel liter gaat het dan? Geef daar eens een indruk van. Ja, nou wat ik net al zei is dat wij in grote getallen produceren. Je moet denken aan 2 miljoen liter per dag. Even een heel ander onderwerp, overgewicht. Dat is een maatschappelijk probleem, een welvaartsprobleem. We eten te veel, te vet en te zoet en dan wordt er ook naar frisdrank gekeken. Dus jullie hebben ook een project, iets met Olympic Mission, hoe was het? Ja, Olympic Moves. Moves, ja. Dat is een project waarin wij jaarlijks 150.000 scholieren aan het sporten brengen. En dat is echt een heel groot succes. En dat loopt het komende half jaar weer met de grote climax in juni. Ja, dat is een fantastisch project en dat doen wij in samenwerking met de NOC-NSF. Jullie zijn onderdeel van een gigantisch concern, maar voel je het toch nog een beetje Nederlands? Brabants misschien ook? Ja, wij zijn een onderdeel van een groot concern, maar wij zijn echt lokaal. Wij zijn enerzijds lokaal Nederland, maar wij zijn ook echt een Brabants bedrijf. Wij zijn een onderdeel van de Dongense gemeenschap. Hè? Wij werken heel nauw samen met de gemeente Dongen. Wij participeren in het JOG-project, Jongeren op Gezond Gewicht. Daar doen wij ook in mee. En wij zijn echt een Dongens bedrijf. Absoluut, een Brabants bedrijf. De Brabantse spirit die straalt er vanaf, mag je wel zeggen. Laatst waren we bij de Van Melle fabriek, vandaag bij Coca-Cola. En die twee samen, Mentos en cola, die geven een bruisend effect. Ik ga zo meteen 2 Mentosjes in de cola doen. En moet je maar zien wat er gebeurt. Het is overigens een volstrekt onschuldig experiment. Heeft ook helemaal niks met chemische samenstelling te maken. Het is gewoon een natuurkundige wet. Koolzuur reageert op het gladde oppervlak van Mentos. Nou, die kan maar 1 keer goed. Dus ik zou zeggen, uit de weg. Bruisend Brabant. Ah.